Een cross die in de historie van Almelo echt bijzonder is. Ja, het is een hele bijzondere cross. We zijn 41 jaar geleden begonnen op het Maatsveld bij Sisu. Waar het oude clubgebouw stond. En dat was destijds al, het Nergens Bos was als buurman van Maatsveld veelvuldig gebruikt. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de voorbereiding van deze 41ste cross? Deze 41ste editie zijn we begonnen al in oktober. Met de eerste voorbereidingen. Qua organisatie en ook al in het bos hier zelf enthousiast met heel veel vrijwilligers bezig geweest om het parcours voor te bereiden. Je hebt ons verteld dat je het vorig jaar ook al dit bos een beetje opgeschoond hebt en dat je daar dit jaar heel veel profijt van hebt. Ja, we hebben daar zeker heel veel profijt van. Vorig jaar was het echt heel veel hakken, zagen en opruimen van omgevallen bomen en dit jaar hebben we daar zeker profijt van. Het bos zag er netjes uit. Ook veel minder rotzooi. We hebben dus de vuilniszakken thuis kunnen laten, bij wijze van spreken. En het bos ziet er gewoon keurig en netjes uit. We hebben verschillende categorieën. We hebben de senioren opgedeeld in veteranen, senioren 50 plus, 30 plus, 40 plus, dames en heren. En dan hebben we de jeugd met de 5 kilometer en de 2 kilometer en we hebben de kidsrun. Betekent dat jij een tevreden man bent als je naar het deelnemersveld kijkt? Ja, we kunnen zeker tot nu toe heel tevreden terugkijken op wat er aangemeld is. Bij de voorinschrijvingen zaten we al op de 360, 370 voorinschrijvingen. En dan nog kijken wat er vandaag nog verder binnenkomt op de verschillende afstanden. Ja, ik denk dat we heel optimistisch kunnen zijn. Zeker gezien het aantal deelnemers wat er nu al is. Het is al meer dan vorig jaar. Dus ik denk dat we heel optimistisch kunnen zijn met dit prachtige parcours in het Nergens Bos. Veel medewerking gehad van Huize Almelo en van de boswachter. Ja, zonder de medewerking van Huize Almelo en de boswachter redden we het ook niet. Ze hebben heel spontaan en enthousiast gezegd van natuurlijk kunnen jullie gebruik maken van het bos. Laat het netjes achter en dat gaan we zeker doen. Dus, Wat ik wel vragen hoe oud je bent? 73. 73. En hoe komt een 73-jarige man er nou toe om op de laatste dag van het jaar zo'n inspanning te doen? Omdat ik heel veel doe aan, dat weet hij ook heel veel aan beweging doet. Niet alleen hardlopen, maar ik fiets ook heel veel en ik wandel ook heel veel. Dat zijn de acties. Bijna elke dag doe ik wel iets. Ja, het was een mooi parcours. Laatste maar waar ik gelopen ben, was voor 3 of 4 jaar op de oude strekken nog. En dat was ja vandaag richtig cross, diepe grond. Maar hier in het wald was dat wel leuk, slecht af te kijken waar man langs lopen moest. Ik heb me 2 keer verlopen, maar anders was het een mooie strekken. Dat jij hier vandaag gewonnen hebt, dat geeft een heel fijn gevoel. Ja, als ik denk dat ik nu ook weer de bier ben. Van harte gefeliciteerd. Ja, van het wel. Nee, mooi bedankt. Bis nu joh. Heel tevreden omdat het de eerste cross was en dan gelijk te hebben gewonnen was natuurlijk heel fijn. En om dan hier bij mijn familie te zijn en dat dan ook mijn oma voor de eerste keer erbij was en kon laten zien wat ik kan. Oma, wil je mee op de televisie? Bij de laatste ronde heb ik nu alleen maar aan mijn oma gedacht. En heb ik gezegd, oké, oma kijkt, dus gaan we nu mijn allerbeste geven, zeg maar. Ja. Ja. Wat moet het een ontzettend fijn gevoel zijn om 2016 zo af te sluiten? Absoluut, 2016 was een loopjaar voor mij met heel veel ups en downs, maar wel leuk om nog zo af te kunnen sluiten. Ik feliciteer je van harte. Dankjewel. En wens je heel veel succes in de toekomst. Ja, zelf, dankjewel. En oma ook gefeliciteerd. Dank u wel. Senioren, 14 deelnemers, 7 dames bij de vrouwen senioren. En 8 bij de vrouwen 35 en 6 bij de vrouwen 50. En dat maakt in totaal de 155 deelnemers die vandaag op deze eerste afstand van start gegaan zijn.